Hier laten we zien hoe je appelcompote moet maken. Een appelcompote is eigenlijk niets anders dan een grovere vorm van appelmoes. Dus je doet eigenlijk precies hetzelfde. Je schilt de appels, verwijdert het klokhuis, dan snij je de appel in stukjes. Vervolgens doe je die in de pan, samen met water en citroensap. Dat breng je aan de kook. Keer één keer om. Dus je schept het even goed door. Dan laat je 20 minuten koken zonder te roeren. Haal dan ongeveer 10 tot 15 minuten één flinke schep appels eruit. Die hou je achter en die snij je in kleine stukjes. Dan maak je de resterende appels met een vork los. Dan gaat de suiker erbij, eventueel kaneelpoeder als je dat lekker vindt. En dan voeg je de overige achtergehouden appels toe. Dat roer je goed om en dat laat je afkoelen. Eet smakelijk!